We gaan eerst eventjes kijken naar kut. En dan iets anders dan je kent, namelijk met meneer Buurman Mol. Buurman Mol verveelde zich, dus hij ging naar buiten met zijn benen. En tot hij bij een boom kwam. Hij keek naar boven en hij zag Dulfred de Suicidaal. Eekhoorn. Ik ga het doen, ik spring van de tak naar beneden, zei Wilfred de Suicidaal Eekhoorn. Doe het niet, zei Buurman Mol. Doe het niet, zei Buurman Mol. Doe het niet, zei, doe het niet, zei, doe het niet. Hij deed het toch. Ik ga het doen, Buurman Mol. Eekhoorn. Buurman Mol. Ik ga het doen, Buurman Mol. Eekhoorn. Buurman Mol. Hij deed het toch. Buurman Mol dacht, waarom kan de vogel toch fluiten zonder dat hij lippen heeft en kan ik niet fluiten terwijl ik wel lippen heb?